Hallo, kijk, van nieuw tegen. Ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Prison Architect. Volgende aflevering ben ik hier gebleven waar we nu in ieder geval wat blauwe druk hebben gemaakt voor een beetje een uitbreiding van onze celblok, zodat het een beetje egaal is geworden. Of wat. En we hebben hier bij de kennel hebben deze ook al uitgebreid. En we zijn als het goed is nu bezig met de buitenlandse belastingparadijs. En we hebben in ieder geval ook al even zien, tegen gewapende bewakers. Daar gaan we ook nog wat meer van aannemen en wat al 2500 traders. En ik zie dat één bewaker mist. Oké. Nu niet meer dus. En volgens mij had ik de voorhouding ook de dag was er ook een beetje aangepast. Zodat het een beetje allemaal anders loopt voor andere mensen. Zodat ze niet allemaal bij elkaar komen met eten, luchten, douchen, dat soort dingen. Dat is op zich heel erg handig. Daarentegen moet ik even kijken waar ik mee bezig ga. Ja. Oh ja, ik wilde volgens mij deze aflevering de veilige omheining om ons gevangenis heen te bouwen. In ieder geval voor een groot gedeelte. En wat ik dan niet afkrijg, dan moet ik maar even kijken of ik dat dan volgende aflevering ga doen. En ik kom hier achter dat ik maar 4 tafels voor de bezoeksruimte heb. Hé? Oké, niet meer. Kijk, kan ik hier nog een stoeltje kwijt? Ja. Toppie toppie. Oké, ik ga ervan uit dat ik nu gewoon alvast een stukje ga beginnen aan de nieuwe veilige omheining. Even zien, ongeveer zoveel. En we moeten binnenkort ook even wat sniper torens gaan regelen, want die kunnen ook al kopen, maar eerst wil ik graag die belastingsparadijs hebben. We moeten ook een keer dit doen, zodat we ook wat doorcellen, kleinere cellen kunnen maken voor bijvoorbeeld hogere, die maximale beveiliging, zoiets. Kijken, laten we maar weer eens even grondonderzoek gaan doen. Oh ja, een tunnel. 2 kanten op. Is niet handig. Betekent dat ze hier richting het zuiden willen gaan. Handig om te weten. Even zien, hoeveel is eigenlijk mijn gevangenis al waard? 680.000. Dat is mooi. Oh. Weer een tunnel. Zo, dat hebben ze snel geregeld. Behalve als je bijvoorbeeld hier onder gaat graven, dan heb je natuurlijk wel veel meer kans. Maar ja, ik wil hem natuurlijk nog wel een keer naar het zuiden uitbreiden. Dus dat moeten we eigenlijk binnenkort even gaan doen. Dan kunnen we in ieder geval zo, ja, dan maak ik dit gewoon tot aan hier, dus dat is dan 4200 en er nog een klein beetje bij. Moet wel goed komen. Even zien, behoeften. Valt eigenlijk op zich nog best wel mee.
Even zien. Alleen personeel, waar staat het allemaal? Staat nog wel goed, ja. Top. Nog twee tunnels. Dan moet je nagaan dat dit ook nog allemaal van die minimaal beveiligde gevangenen zijn. Hier ook al. Oh, goed dat ik dat even allemaal heb ondergezocht. Dat kan ik niet, natuurlijk niet hebben. Zien hoe zit het met mijn storm eigenlijk. Oh, valt wel eigenlijk mee. Zo, top. Er is in ieder geval wat meer ruimte om dat allemaal te kunnen neerzetten. Oké, top. Hier is in ieder geval een voetpadje. Dat is ook wel even een nice om te hebben. Is het wat donkerder dan de rest? Klopt niet echt veel van. Top, nog 4000 en dan heb ik in ieder geval van dit gedeelte al genoeg. Ja, veiligheid is nog wel een beetje een probleem. Luxe. Een winkel. Dat is nog wel een handig idee om het ergens neer te zetten. Misschien ga ik dan vrijlatingsruimte even een klein beetje verkleinen. Dat ik het dan gewoon hier een beetje naar uitbreid. En dat doe ik dan op een manier van zo dat deze gang dan ongeveer zo wordt. En dan maak ik de vrijlating dus gewoon zo groot. Is het ook nog een beetje egaal. En dan gaat deze gang dan naar de ruimte hier toe ongeveer. Iets groter, zoiets. Ga ik het allemaal eens doen. Top. Dat gaan ze nu maken. Ik in ieder geval even de voorwerpen alvast een beetje omtellen. Dat dus daar ook betekent dat deze muur ook weg moet gehaald worden, maar natuurlijk wel wanneer het iets veiliger is. Wanneer de verdediging is aangelegd. Nu dus.
die ruimte die kan dan gewoon mooi dood hier gericht worden. Oh. Wil ik het ook even wat anders zien. Misschien ook wel een handig idee. Iets meer in de hoek laat zetten. Zo. Zoiets, dan hebben we alsnog 8 van die bezoekerstafels. Hier hoeft dan geen prikkeldraad meer op, dat is wel logisch. Zou je dat aan kunnen? Geen idee. Ik zet nog wel mooi in deze. Oh ja, ik heb nu ook natuurlijk wat meer cashflow, dus dat is nice. Ik hier een mooi een deurtje neer. En dan maak ik hier gewoon de winkel van. Gevangenen in het zuurverdienen geld kunnen besteden om te voldoen aan behoeften. Kan ook uw hygiëne, voeding en amusement verhogen. Dat is mooi. Je krijgt geld bij elke verkoop en elke dag ontvang je commissie voor het totaal aantal verkochte producten op die dag. Nice. Is dit in ieder geval een goed idee om te hebben? Daarin. Oké, 3 van die dingetjes. Dan doen we de winkelschappen gewoon achterin. Niet daar. Oké, dan moeten we nog een beetje wachten op meer geld. Dan hebben ze in ieder geval dit om eventjes te kunnen regelen. Mooi, die zijn geregeld. Zo. Kijk, als ik deze dan gewoon zo neerzet, misschien dat ze dan wat meer werkgelegenheden krijgen. Of zo. Gewoon de hele muur vol stouwen met dat ding. Ik heb een handig idee. Dat ik de winkel dan dat zo groot uitbreid en dan hier ook van die voorkanten van de winkel maak. Zodat ze vanuit de luchtplaats dat ook kunnen doen. Zodat ze gewoon kunnen luchten. Alleen zal dat dan illegale voorwerpen met zich meebrengen.
Dat is een goeie, dat weet ik eigenlijk niet. Laat ik dat gewoon doen. Het is wel heel erg handig. Kunnen we wat meer tafels ook even neerzetten. En dan kunnen ze misschien ook wat meer banen maken. Krijgen, wat dan ook. Dat zal wel heel chill zijn. Ah, juk aan mijn voet. Oké, de laatste dingetjes worden nog gemaakt. Top. En dan gaat mijn mobiel weer. Dankjewel, mobiel. Kan ik part wire ook weg? Winkel, winkel. Nice, hier kunnen nu veel meer baantjes bij. Nice. Ze gaan nog gelijk werken. Godzo, mijnen, daar komen veel mensen aan. Zo, wel een beetje veilig houden. Maar kopen ze dan ook echt wat? Oh ja, ze kopen echt wat. Dat is heel grappig om te zien. Kijk dan. Ze nemen wel weer wat mee. Dat is wel heel chill. Dat je nu gewoon mensen hebt die werken. Voorzien behoeften. En dat neemt dan ook binnenkort ook weer natuurlijk weer af. Dus dat is helemaal mooi. Nu ga ik alleen nog eventjes als laatste de veilige omheining hier boven afmaken. Zodat ik in ieder geval dit gedeelte een klein beetje meer veilig heb. Hé, hey, wat is dit? Pagina van een notitieboek. En dan maak ik de road barrier. A sturdy road barricade that can stop even speeding trucks. Only closes during lockdown. Daar moet ik maar eens even over gaan nadenken. Of we die misschien kunnen neerzetten. Dat lijkt me wel heel erg handig. Tijdens lockdown. Oké, maar ik ga nu deze aflevering in ieder geval afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Geef een like op mijn kanaal. En dan zien we ook weer. Later.